Belly Abati bedankt voor de bijzonder mooie gramofoonplaat welke u voor mijn vrouw met zoveel liefde heeft gemaakt. Belly Abati bedankt. Wij zijn er heel erg blij mee. En de plaat kwam ook voor ons volslagen onverwacht. Wij konden het eerst niet geloven. Het was ongeveer 9 uur. Toen zagen wij u bij Tede Bingo. En u zong daar dit liedje vol vuur. Mijn vrouw kreeg een traan in haar ogen. En ik vroeg haar, komt dat door dat lied? Toen zei zij tot mij, heel bewogen, wel nee, ik had de bingo weer niet. Belly Abati, bedankt voor de bijzonder mooie... Pieter, hallo, beter niet steeds doorheen spelen, ja? Probeer een beetje de melodie te houden, hè? Dat is Pieter die wil meespelen, altijd graag op de piano, hè? Belly Abati, bedankt voor de bijzonder... Hallo, Pieter, hou je nog een beetje aan de melodie, hè? Ja, probeer dan de muziek te lezen, ja? Ga nog niet zomaar wat zitten spelen, hè? Het moet toch een beetje behoorlijke plaat worden. Belly Abati, Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen zo, hè? Pieter, hallo... Mag ik weer even je mantel te orde roepen? Ja, dat kan toch zo niet, hè? Belly Abati, bedankt. Pieter, wil je thuis gaan repeteren, hè? Ga nou niet heel zo door die plaat heen zitten spelen. Ga dan thuis in de garage zitten oefenen, nietwaar? Net zo lang tot je die melodie kan, hè? Ga nou niet hier doorheen spelen, ja? Wij konden het eerst niet geloven. Pieter, dat kan niet zo. Stop nou. Belly Abati, ik wil u ook heel hartelijk danken namens de andere familieleden. Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margriet en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Jorgen. De kleinkinderen waar we erg dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander, Pieter... Ik sta even Belly Abati te bedanken, ja. Pieter, maak me nou niet kwaad, hè. Ook namens Willem Alexander dus, Johan Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Floris. Nou, Pieter, nou ben ik het zat. Nou is afgelopen, Pieter. Oh, Belly Abati, hartelijk bedankt. Ook namens mijn vrouw.